Pieter van Mediaraven liep op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus mee met de 100 kilometer dodentocht in Bornem. Dries is 15 jaar en hij heeft iets aan zijn heup. Wat heb je aan je heup, Dries? De ziekte van Bertus. Hoe doe jij de 100 kilometer dodentocht mee? Ja. Waarom? Om te laten zien dat krukken geen handicap zijn eigenlijk. Mathilde is 16 jaar en straatmuzikant. De jonge artieste verkiest de straat in plaats van grote podia om haar muziektalent te tonen. Mijn zus speelde gitaar en wij nemen altijd gitaar mee op reis. En papa was ook muzikant vroeger en hij heeft mij dan zelf gitaar leren spelen. En sindsdien ben ik er zelf al verder op voorgebouwd. En nu speel ik zelf al veel gitaar. De zomer was een hoogseizoen voor de straatmuzikant. Zo kon je Mathilde deze zomer horen door de straten van Gent. Het Landjuweel, een groot tweejaarlijks sportevenement van de KLJ, ging dit jaar door in Linkhout. In verschillende KLJ-sporten, zoals dansen, touwtrekken en vendelzwaaien, namen de aanwezige afdelingen het tegen elkaar op. De organisatie is positief, want de jongeren van de KLJ doen actief aan sport. Ik denk dat het alleen maar positief kan zijn, omdat je dan een hele goede competitiegeest in het team hebt. En je gaat meer samen trainen, dus je hebt een betere binding, denk ik. Dus ik denk dat het alleen maar positief is voor de afdeling. Het internet is fantastisch, maar niet altijd zonder risico's. Dat wou Child Focus duidelijk maken met de SurfSafe zomeractie. Met een driedaagse communicatiecampagne informeren ze jongeren over problemen die ze online ervaren. Met de campagne wou de organisatie de hulplijn rond veilig internetten in de kijker zetten. Dat werkt via chat, telefoon of mail. Recente cijfers laten zien dat steeds meer mensen contact opnemen met deze hulplijn. Heb je ook vragen over mediaopvoeding en filtersoftware? Op www.kliksafe.be vind je tal van tips om in alle pret te surfen. Met mijn familie nog weggaan voor 3 dagen. Afspreken met vrienden en vriendinnen. Kleren gaan kopen. En nog iets leuk doen. We afspreken met vriendinnen en zo. Ja, het is wel beu. We kunnen niet veel meer doen en zo. Vind je het erg dat je terug naar school moet gaan? Nee, ik ben wel benieuwd, want ik ga nu naar het eerste middelbaar. Dus voor de nieuwe klassen en zo.